Dit jaar is het sowieso weer de eerste keer dat het weer mag. Hè? Maar dit jaar, in het begin van dit jaar, in januari, is mijn moeder overleden. En met haar ging ik altijd naar het monument. Ik persoonlijk vind het heel, heel belangrijk dat dit in stand blijft. Want ja, je kent de toestand in de wereld op het ogenblik. Het is allemaal puin. En het is toch belangrijk dat ook jonge mensen weten dat het vrijheid heel veel moeite kost om dat vast te houden. En daarom is dit ook een van de onderdelen van de herdenking. En ook de ouderen zijn er allemaal nog erbij. Nou, ik hecht daar veel waarde aan. I wish I could live a little more. Look up to the sky, not just a floor. Mensen met de Indonesische ervaring, die spraken daar niet zo over. En wie je ook spreekt, kinderen van, allemaal hetzelfde verhaal, werd niet over gesproken. En waarom dat is, ik denk een beetje... dat ze een beetje zich spijtig voelen van wat daar allemaal gebeurd is. Ja, maar mijn vader heeft daar gezeten in de Bercia-periode. En dat was geen prettige periode. Want daar werden dus de Nederlanders achterna gezeten. En ik denk dat dat het was. Bij de oudere mensen leeft het nog. Jongere mensen niet zoveel. Maar ook jonge veteranen zijn er wel. Ja, nou, die zie je nog niet. Ik had hetzelfde in die tijd. Als je jong bent, dan vind je het wel goed. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer interesse je ervoor krijgt. En dan zie je alles om je heen en dan ga je toch nadenken. En als je dan iets kunt doen voor dat alles, dan wil ik dat graag doen.